er klaar voor? Het is al lang geleden, hè? Oh my god, mensen. Vandaag is vrijdag. Dus zeggen we... Goedemorgen. Nee, het is avond. Goedenavond, deze avond. Mijn naam is Pippi. Het is al super lang geleden en we gaan nog een keer vloggen. En waarom gaan we vloggen? Omdat nu vrijdag is en morgen is zaterdag en zondag en maandag. 4 dagen ga ik vloggen. En waarom ga ik 4 dagen vloggen? Hey, we zijn niet doof, hé. Ja, maar ja, de mensen moeten... Het is vol enthousiasme nu. 2 seconden en toen zijn we er weer vanaf. Dan ga ik weer stil zijn. Like altijd. Like, ja, ik altijd... Ja, sorry Anouk, sorry. Sorry, ik zal zwijgen, ik zal zwijgen. Ai, ai, ai. En waarom ga ik vloggen? Wel, omdat we 4 dagen naar Dardenne gaan. Voilà ze. We hebben een huis gehuurd in Dardenne. En wie gaat er allemaal mee? Ik ga het eens zijn. Anouk gaat mee. Mijn pa gaat mee. Mijn ma gaat mee. Wesley, Severin, Luca, Caro, Jamie, Zoe. En, weet je wie nog? Ikke! Ja, best. Ah, joepie. Ik dacht, ja, ze had zo'n jee, een vreugdekreet, maar niet dus. Goed, dus nou, we gaan naar Bertogne, is het juist? Bertogne, voilà. Het is 3 uur rijden, joepie. We vertrekken in volle spits, joepie. Echt goed, we hebben het weer goed gepland, goed, echt de max. Speed staan in de file, dat niet normaal is, maar weet je wat? We don't give a shit. Dus wat gaan we nu doen? We gaan nu achter Zoe gaan. Jamie, om 4 uur gedaan met werken. Jij ging naar huis gaan bij zijn ma. En daar ging hij douchen. Toen ging hij achter Pepe Leffe gaan, dus mijn ouders. Achter mijn ouders ging hij gaan. En vandaar gingen ze vertrekken naar Dardenne. Woe! Ja, het is een eindrijden, maar het is wat het is. We gaan er volop gaan. Volop voor gaan. En we maken er een leuk weekend van. Je ziet volledig zitten, hè? Ja, hoor. Ja, hè? Ja. Ik zie het enthousiasme drip eraf. Ja. Ik heb een nieuwe klak gekocht voor 5 euro op de rommelmarkt. Ze zegt dat het fake is. Het is niet fake. Ik weet het niet. Nee. Het is niet fake. Die klakken van zo'n merk, ik weet zelfs niet hoe Scott Free. Lyle Free Scott. Scott. Ik ken dat niet. Ik ken Lyle geen merk. En Scott. Ik ken zus maar Star Wars. Dat is een merk. Dat is voor echte mannen. En die klakken waren allemaal aan 5 euro het stuk op de rommelmarkt. Het was splinternieuw in plastic van dat merk. Met een etiket in van dat merk. Met nog een label in van dat merk. Ik weet niet hoe dat komt, maar normaal zijn dat dure klakken. En ik voor 5 euro. Voor 5 euro. Ik had ze beter allemaal gekocht en doorverkocht voor 20 euro. Ja, 20 even. Euro. Ja, dat was misschien te veel. 10 euro. Gewoon dubbel mijn geld terug, maar ja. Op dat moment dacht ik er niet aan, omdat ik zodanig veel geld zelf heb, dat ik gewoon denk van, waarom? I wish I had a lot of money. A lot of money. Zit je, ga je ooit met mij trouwen? Voilà, zie mensen. En ondertussen zit ik hier van achter. Want Zoe is erbij gekomen en Zoe is het van voor. Voilà. Zoe, zeg een keer goede dag tegen de mensen. Hoi. Ja, de bedoeling moet je wel een keer kijken naar de mensen. Ah, niet nu. Niet nu. Goed. Voilà. Dus we zijn nog altijd onderweg. Het is nu in totaal een. Hoe lang is het rijden? 2,5. 2,5, dat was heel synchroon gezegd. 2,5 rijden. Maar we hebben al gehoord van mijn broer dat er overal file is. En jij staat al in de file in Gent. En ik zeg tegen Anouk: weet je wat? Pakt anders via Google Maps. Rij naar daar zonder snelwegen. Oké, het is een half uurtje langer. Maar ik denk dan
als het een half uur langer is, zonder snelwegen, maar als je heel de tijd in de file staat, ga je volgens mij het er nog langer over doen. Dus wat doe je dan liever? Liever gewoon heel de tijd doorrijden, zonder file, maar wel een half uur langer, of in de file staan? Haha, denk daar maar eens over na. Meid. Ik haat dat als mensen zo... het is zo'n programma van Bake Off, of wat is het zo? Junior Bake Off. Op 5, ja, hè? Weet ik veel. En die Dominique Personen zegt altijd: ja, dat is goed gedaan, meisje. Nee, meid. Dat is goed gedaan, meid. Wat, meid? Jongen, doe ik het normaal? Ik kan dat niet tegen dat hij dat zegt. Maar oké, dat boeit eigenlijk langs geen kanten. Maar goed, we gaan gewoon verder gaan met The Journey. The Journey to the Dardanen. We're going to Dardanen. Everybody happy to go to Dardanen? Dat was de meest depri, ja, dat ik ooit al hoorde. We gaan dat nog een keer opnieuw doen, hè? Everybody happy to go to the Ardennen? Ja. Het is iets beter, maar het is nog altijd niet lekker hoe ik het wil. Dus gaan we het nu nog één keer proberen. Nog één keer. Nee, we gaan het nog één keer proberen. Nog één keer, oké? Dus is everybody ready, happy to go to Dardanen? Voor depressief. Voilà, onze eerste stop. Tankstation, omdat Anouk moet pipi doen. Zoe moet pipi doen. Maar we hebben geen klein geld bij. En het is 80 cent voor pipi te doen. Maar er is geen 80 cent, want we hebben geen klein geld bij. En nu is ze aan het stressen voor... Eerst was het voor de toiletten aan het stressen. Nu is ze aan het stressen voor de koffie die niet werkt. Stress. Leuk hè, op vakantie gaan. Niets werkt er, geen de wc werkt er. Maar wat moet ik helpen? Wat moet ik doen? Wat moet je kaart er tegen? Maar het komt weer geen bedrag op. Het komt er niet op. Je moet toch eerst weten hoeveel je moet betalen. Waar is dat dan? Hier, die cappuccino. En dan? Stress. Altijd stress. Wat maak je keuze? Dat is dat ze de eerste keer de handleiding leest. Voilà. Altijd. Ze feest dat ze alles weet. Maar je moet gewoon de handleiding lezen. Dat is al wat je moet doen. Maar ja, als je het niet doet. Ja, jongen. Ja, voilà. Uit daarin duurt het af. Ja. Ah, voilà. Ik heb al stukken in mijn handen. Daar gaat hij. Voilà. Wauw. Altijd voilà mensen, we zijn toegekomen en we zijn onze eerste. De sleutel hebben we gevonden, die lag daar onder de bloembak. Dat was zo afgesproken. Het is wel mega chic. Kijk mensen, kijk, ga je vlug een keer tonen. Kijk, voilà. Voilà, mijn broer is er ook juist. Voilà, we zitten hier lekker in een paleis. Voilà ze. The brother is a rook. Yo, de mannen. Voilà ze. Hey, we zitten hier, what the fuck is dat hier? Wow. Ja man, telek, de pafs. Die poort, het is like, ja oké, okay, iedereen negeert mij dus. Yo, ben weer tegen mijn lijn bezig. Ik kom daar binnen in de keuken. Ah, zijn hier nog meisjes? Hola. Meneer. Ja, wat is meneer, mevrouw? Ik ga mijn hand even stappen. Ah ja, we zijn hier 2 seconden. We komen hier 2 seconden krijgen om mijn voeten dat ik te luid ben. Nee, jongens, dat is mijn broek van hoor. Ah ja, wel. Wat is mijn broek te doen? Allee. Was lang in nood gezet niet. We mogen niet te luid zijn. Allee, het zal weer een leuke 4 dagen worden. Sst, niet zo luid. Iedereen stil zijn. Ja,
Maar ik kan niet van stil gaan denken. Shh. Stil zijn. Stil zijn. Wat heb jij allemaal mee? Een step. Een step? Oh my, een houten step. Een biologische step. Een houten, nee, hè? Ah ja. Ecologisch. Goed, allee, we gaan een keer naar binnen gaan kijken, hè? Ja. Kom. Kom, ga je er mee? Gaan we eens een keer kijken, hè? Ja. Heb je nu al een. Ja, ze biedt uitladen. En ook heel dat deur open. Hopla. Wat kijk ik een keer hier zien? Dat zeker op nummer 2 is. Amai. Papa, waar is mijn step? Dat dan maar. Voilà. Oh, zo rustiek. Oh, ze echt. Oeh. Ik ga me hier helemaal thuis voelen. Oh my god. Die is verkocht. Ja, santé, dan nul. Oké. Ja, het is al in het hout. Ja. Het is zeker een biohuis. En dan een kachel. Ja, een kachel. Hè. We gaan hout moeten kachelen. Waarschijnlijk een TV. Noemt dat zo, kachelen? Hey, is er een dvd-speler? Ja. Dan kunnen we naar de rommelmarkt gaan en dvd's gaan kopen. Oh ja. En kunnen we heel het weekend naar films kijken. En waarom geen Blu-ray? Ja. Ah, het is weer, ja. Het is heel allee, kom, we gaan verder kijken. Ja, voilà. Kijk, we hebben hier ook zo... Wauw, een trap. Echt een max, hè. Een wc en een spiegel voor u. Maar oh, vent toch, hè. Ja, allee, gaan we naar boven. Ja. Ja, dat is de deur voor mijn hoofd. Dat is ja, nee, wat moet ik doen? Zo zal het. Wat voor wc is met dat hier, moet? Dat is niet genoeg. Wat? Ah ja, dat is zo van. Ja. Oh, maar allee, wat voor vuile manieren zijn dat nu weer? Oké, okay, dat is een wc in de hoek. Dat is een keer ook een keer iets anders. Ja, ik ga uitpakken. Maar we moeten eerst keer naar boven. Ja, nee, eerst keer naar boven. Nee, jij eerst. Jij eerst. Gaat jij mijn hand niet filmen? Nee, maar ik ga je hand niet filmen. Allee, ho. Ga jij maar eerst. Ga jij maar eerst. Nee. Allee. Hey, doe maar. Hey, ga jij eerst. Maar jongen, waarom niet? Hey, blast eens gaan. Ah, tju, hij het zus doet. Oké. Allee, nog een keer. Oh fuck. Go. Ah jongens toch. Goeie zak. Allee. Goed. We gaan naar boven. We have a winner. Allee. Allee poepke. Poepke. Ja man. Het is een huis van Krammieten. Hey, schoonhuis maat. Is het waar? Ja je maat. Hey, schoonhuis maat. Schoonhuis. Wat voor een creepy hand is dat man? Dat is wel een lange hand. Hé, een lange hand. En dan zo'n nachts. Ja. Hé, maar het is zo. Het is hier gewoon een horrorkot. Kom hier dus. Ghost house. Kom hier nooit meer leven buiten. Was het bedoeld? Ja, maar het is hier gewoon. Ja, dat is hier een SM-kist. Ah. Dat is iets voor u, hè, Wesley? Hij zijn meer een SM'er. Hier. Vliegend tapijt hier. Prins Ali, babadabi, babadababa. Bididoodoodidi. Ja. Nee. Voilà. Oké. Okay. Wel lelijk komt. Zijn vriend vindt dat weer de max. Oké, okay. Hey, hoe creepy is dat dan weer? In ieder geval. Fucking hell, ik slaap hier niet. Dat is puur Annabelle. Ja, puur Annabelle The Conjuring, hè? Dat is niet normaal. Die zijn hier zeker gestorven. Ja, die zijn hier zeker duur gewoon. En Tom de eigenaar woont hier nevens. Dat is zo'n oude man, like Scrooge. Hey, ik moet er even kijken, dat volgt u. Ja, dat volgt u. Fucking hell. Kijk, kijk, kijk. Kijk, oh my god. Hé, dat volgt u gewoon, hè? Ik slaap hier niet, hè? Echt, ik zweet u. Is dat die twee personen? Ah ja, hier om je. Hoe voor mama en papa? Ja, ideaal. Goed. Ideaal. Ze kunnen zo een beetje, maar die zijn ook al ver duurt, dus ja. Die heel. Hey, hoe creepy zijn die schilderijen daar? Zo mooi! Oh, die schilderijen. Check die schilderijen. Ja, fantastisch. Wij gaan slapen naast mijn pa. Allee. Niet! Sowieso niet poepen. Kleine klap! Allee, wat is dat nu weer? En ik ga het einde van de hang dus. Wee-oe. Hier, de Wii hoor. Ja man. Geet ook thuis nachts. De mooie jongens toch. Ik wil ook poppen. Hey, zo'n neus man. Is zo'n neus. En in de tuin, in de tuin. Mama!
Het is al tuin. Heel Dordain is in tuin. Oh my god, iedereen is zo excited voor zo'n badkamer. Iedereen is zo excited voor zo'n kot. Moest ik één keer zijn tegen die gasten. Wij gaan verhuizen, we gaan naar zoiets. Wat? Hè? Ze zijn direct. Mooi jawel, jongen. Mooi vet toch? Ze zijn volledig in uw biotoop. Goed, allee. We hebben het al een beetje gezien. Gaat alles eens nog de foto's zien op Instagram natuurlijk. Maar wij gaan al sinds nu beginnen uitpakken en uitladen. Hè. Kijk veel, let's go! Yo. Oké, ze gaan dus een race doen. Goed, kijk, rond, hier zo rond, hè? Goed? Dan hier terugkomen en dan zijn. Ja. 3, 2, 1, start! 2 rondjes. Ah, ja. 4 rondjes. 4 rondjes, ja. Dat wordt dus een veel lange video. Reclame. 100 rondjes. 100 rondjes, amai. Ja. Amai, jij kan heel rap lopen. En jij kan ook heel rap lopen. Voilà, zé. Jij bent gewonnen. Saai. Ik ben gewonnen. Voilà, zé. En ondertussen is de daddy toegekomen. En mijn beeld is wazig. Ja, voilà. Captain Papa. What the fuck is that? En voilà, Jamie is ook toegekomen, zie. Voilà, met de BMW car. En? Het een beetje aan? Ja. Ik heb hem de weg moeten zijn, maar ja, het gooit wel. Oké, joh. Ik ben een dubbele GPS. He. Ja, al dat GPS zegt daar ook ik. Ja! Zegt Jamie. Dus welkom Jamie in een creepy house. Dit lijkt een horrorhouse. Ik zweet, had ze niet de kamer zien. Maar de ramen zijn wel mooi geschilderd, niet? Jamie! De ramen zijn mooi geschilderd. Hoi, joh. Hé, is al heel tijd dat hij zo aan het samen is? Echt. Nee, hij moet zitten constant op zijn telefoon. Op een noederwetse Nokia, wat moet je doen? Wat kun je doen? 3 uur lang op een noederwetse Nokia. Wat Snake spelen, hè? Ja. Snake? Ik heb niet 15 of 20, hè? Hé, hij had zo'n nieuwe kleding. Ja, en nu smet hij een beetje cola erop. Niet nou? Niet nou? En waar komt hij in één keer? De koe vergast nog niet open. Waar komt hij? Wees gaan wandelen. De koffer is wel open. Nee, wat? Wat? Dat wou ik maar zo. Maar de koffer is open. Ja, doe. Als je benauwd voor aan te komen. Ja, ah, wauw. Wow. Oh, ze deur. Niet zo door die ding. Ja, ga zien. Allee. Okay. Goed. Allee, nu is het dan nodig voor uit te laden. Dus ik pak het al uit. Kapot. Ja. Ja, oké. Oh. Kijk Jamie, daar is het huis. Maar daar blijven wij krijgen de stal. De Jamie ziet heel zet, man. Dat is hier geestig geworden. Ja, ik ga je man nog komen halen, met. Man, als we weer. Zo, man. Jamie. Hij is weer naar huis. Hij is weer naar huis. Jamie is weer weg! Maar ja, Jamie, dat gaat plezant zijn. Gewoon slim met mijn zeedoet, hoor. Ik ben niet met mijn kont, hè? Wat? Oh! Hallo, man.
dat hier beter ligt of in dat bed. Ja. Mijn hoek wordt een bijt, hé. Allee, kom Jerry. We gaan naar binnen kijken. Ik wil een keer uw eerste reactie zien als je binnen had. Kom op. We gaan hem volgen, hè, dames en heren. Dat is de keuken. Welkom in mijn kitchen. Hier gaan we een keer binnen in de living, Jamie. You want the cola? Jamie dacht dat het een villa was. Met zo'n... Met zo'n... Dat is mooi. Jamie... Allee. Voilà Jamie, dan moet ik je naar boven vijgt. Mag ik weer opnieuw springen? Toen ik hier zijn kamer. Dit is jullie kamer. Een creepy hang. Ja, maar. Jerry, we staan naast de douche. Hij slaapt daar, aan die klant, aan de zijkant. Gelukkig hebben we een schoon bureau. Dat is ook goede stoel. Hier kunt u zo uw memoires, uw memoires opschrijven. Nee, jij gaat dan in school. Wat? Ik ga naar school. Ja, wat? Ik ga naar school. Ik ga naar school. Leg een keer op je bedden, Jamie. Test een keer de matras. Welke kant ga hij liggen? Ik ga hier. Oh ja. Allee, test een keer de matras. Allee! Oh, je hebt gekocht! Smeet aan de baan. Die planken zijn er al uit. Die blok alleen Cam en Jamie zijn uit. Wat is dat? Ik heb het al gekend. Ja, ik ben wel iets gebroken. En zo'n 300 euro schaar. En die wijst goed in de baan. Met de zin dat hij moet maar eten. Jamie, moet mij even naar hier. Aan de boetjes van... Het is maar tot maandag, Jamie. Oh, schoon. Nee, maar ik heb een vrouw. Ik wil je wel mee. Allee, goed. Ik heb twee dingen, Allee. Maar voilà, die mensen. De Wesley is hier al volop aan het koken. En wat schaft de pot? Spaghetti. Spaghetti. Ravioli. Ravioli. Witte kikkertie. Witte kikkertie. Ah ja. Krijg je het vuurtje niet aan? Een beetje van alles. Ja? Amai, wie ben jij? Ik ben Luna. Ah, oké. Okay. Sorry. Allee, dus voor u spaghetti. En wij gaan ook spaghetti. Of weet iedereen spaghetti? Goed geregeld, hè. Hij heeft dat geregeld. Yes. Hij heeft dat weer geregeld. Mag je niet in, hè? Wat bleef? Mag je niet in. Mag je niet in? Mag je niet in, hè? Ja! Goed, ja, ik weet het niet. Anouk is natuurlijk bezig de... De zak in de toilet. Oké, dan de zak. Hij legt de boom heen. Nee, broer, dit vries. Dit vries vries en zo. Allee, dit vries. Ah, ja. Goed. Ja, we gaan een keer een beetje... Ja, weet ik veel wat doen. Ik ga een beetje filmen, een beetje random. Beetje random, hè? Ik wil iets speciaals. Wat moet ik doen? Iets speciaals. Iets speciaals filmen? Ja. Ik ben bezig. Jij bent mijn speciale broer. Oh. Het is niet bedrijfskast, hè? Voel me. Waar is David? Oké. Mijn brother van mijn andere moeder. Hallo, jongen. Kom. Hallo! Oh, ja, sorry. Je doet dat met die family. Dat is een beetje spukje.
is goed, hè? Kan je veel eten? Foto! Foto! Ja. En wie had een foto trekken? Nee! Allee. Ja, smakelijk! 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 Kan niet mee? Dat is zo gezellig, Jamie. Papa, je was er niet mee geweest, meneer. Oei! Foto. Papa, opnieuw! Foto? Ah, moet ik een foto trekken? Dankjewel voor het spaghetti te maken. Dankjewel voor de spaghetti. Ja, maar ik ga iedereen doen. Dankjewel. Dankjewel. En nu allemaal een wees gegroetje. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Voilà mensen, we hebben gedaan mee. Nee, ik heb dat mee. Maar, Caro heeft een brief geschreven voor mij. Jij bent grappig. Dus naar iedereen geef je een brief. Ik hou van jou, ik zie je graag, dankjewel, dit, dat. En ik ben, jij bent grappig. Maar ook een hartje. En een hartje. Allee, dankjewel. Ik ga je een zoen geven. Ah, oké. Ja. Zo lief, Karel. Best wel lief. Kijk wat ze geschreven heeft. Jij bent grappig. Ja. Oké, wat doe je? Kijk, dat is wel mooi, hè? Nee, dat is voor op te hangen. Maar nee. Dat is voor zo voor op te hangen. Voor op te hangen, hè? Ja. Met pinais. Met duimspijs. Dat is lelijk, Karel. Ja. Ja, kijk. Met duimspijs. Even hier. Je moet ook leren praten. Hier geven. Schrijven. Ah, kijk, er duizend. Of lief? Hij moet nog leren schrijven. Kijk. Dat is beter. Ja, dat is beter. Kijk, ik hou van jou. Ik hou van jou. Love you. Kesje. Ma. Ja, hè? Dat is mooi. Dat is ook mooi. Je ziet, ze vrienden, die kindjes geen normaal eten heeft, dan gaan ze ook niet normaal reageren. Allee ja, je moet gewoon, dus geef ze een keer een goed biefstuk met frieten en dan had ze daar iets. Dat was zo lelijk als jij. En hij moet niet lachen, hè. Wat zit hij met lachen? Voilà. Hé, wat is met u? Jongen, iedereen zit met hun uit lang. Wat moet je anders doen? Dat gaat hij niet eens in de blog zetten. Maar ja, het is altijd. Maar jongen, wat interesseert mij dat? Hè? Denkt hij nu echt dat mij dat interesseert, wat hij denkt van mij? Eigenlijk wel. Ja, jongens. Hé, wat gaan we nog doen? Hé, wanneer gaan je kindjes eigenlijk gaan slapen? Hoe nu nog niet? Het is 10:30. Zijn we hier? Ik zeg de zus tegen Anouk, ja, wanneer gaan die kindjes gaan slapen? Kunnen toch misschien een keer dit of dat? Dit of dat? Vanavond gaan ze. Maar met dit of dat, ja. Spelen spelen of zo. Vanavond zijn ze te enthousiast. Vanavond niet, schat. Ah, vanavond. Ah ja. Ah, dus de kindjes bepalen hier heel ons naam. Nee. Vanavond niet. Nee, geen spaan vanavond. Heel de namiddag niets van het. Niets gespeeld, niets gedaan, dus die Dus ja. Is dat geen slecht idee dat we pas morgen middag vertrekken? Want tegen iedereen morgen is een baden als in het geloof zijn, tegen iedereen zijn baden zit. Dus. Dat is zo. Sowieso. En morgen gaan we heel de dag op uitstap en dan gaan ze wel vroeger gaan slapen. Dan gaan ze tegen 10 uur gaan slapen. Dat is die dufke wat ik zei. Ik wil dan naar je bed, maar. En wil dan naar je bed, man? Naar je bed, hé. Hé, mooi, het zus. Wat is dat hier? Ah, nog een brief. Ik hou van jou. Love you. Ah, en nog een zoentje erbij. Ik stond lafwaard. Maar echt, niks, niet één keer een goed woord over mij. Ah, ik wou een keer Fifi doen voor mama. Ik hou van jou, Mimi. Ik weet niet wat we nog allemaal gaan doen, we gaan het wel zien. Nu gaan ze de wifi eens. Hé, ik ben aan bezig met een vlog, jongen. Zo gaat dat, lijkt een chihuahua neerst mij. Wat de hel? Goed. Allee, ja. Kevin! Ja! Hoe loopt hij zo? Hij zijn 50 centimeter van mij. Kevin! Maar dat is van Mimi.
Kevin. Ja, wat is er? Welke tekening moet ik maken voor jou? Welke? Van het Koninklijk Paleis. Nee. Voilà, die mensen. Dat was het einde van de dag. We gaan hier nu slapen. Voilà, in een 2-1-persoonsbed. Ja, het is een beetje een hectische vlog. Met de kindjes, met mezelf, met iedereen. We zijn allemaal gewoon hectische mensen. En ja, voilà. Dat is gewoon. Bedankt allemaal om te kijken. Like de video. Morgen gaan we weer natuurlijk verder vloggen. Wat dan we gaan doen, waarschijnlijk gaan we naar La Roche gaan. We moeten ook naar de pizza's, want mijn pa wil trakteren op pizza voor zijn verjaardag. Ook al is het al een maand geleden eigenlijk zijn verjaardag, maar ja, we hebben nooit geen tijd gehad voor samen te kunnen vieren, dus daarom wil hij trakteren. En we zien wat we allemaal gaan doen. Dus, allez, allemaal bedankt om te kijken, like de video, abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer, voor een nieuwe dag, voor een nieuwe vlog. Salutjes, hè. Yo. 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 Yo.